als we mensenrechten willen redden, dan gaan we naar Qatar. Ja, ja. Maar soms denk je van wow, weet je. Ja. Jongens. Ja? Dat is toch dat liedje? Liedje? Wat? Van 1 minuut, soms denk je van wow. Hij heeft gelijk, hij is hier echt het pianootje! Soms denk je van wow, de draad ben ik kwijt. Dan denk je hè, en dan zie je de dingen allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel ingewikkeld onderwerp. Wat heeft Qatar er nou mee te maken? In 1 minuut, here we go. Dat heel de wereld vol hoop naar Qatar kijkt, is wat zegt nou eerlijk volkomen bizar lijkt. Dat land is corrupt, dat zal niemand verrassen. Dat daar in Qatar heel veel wit wordt gewassen. Elk land is een vriend, want Qatar dat betaalt je. Dus hang je kritiek maar snel onder je sjaaltje. Het is een feit, heb je geld, dan krijg je nieuwe vrienden. Zo gaat het altijd, nou behalve bij Siebert van Linden. Iedereen welkom daar in het land waar alles kan. Vliegveld van Amerika naast het pand van de Taliban. Hamas heeft dus een hoofdkantoor naast een handelsbeursgebouw van Israël. Alsof de een naast Roxanne woont en de andere buurvrouw dat Israël. Goed, dus Qatar heeft met allebei een band als enige. Dus heel de wereld smeekt, kunnen jullie ze verenigen. Ook Mark ging erheen, maar dat was moet je weten. Omdat Corny destijds de sjaal was vergeten. Qatar als verzoener door plannen die onoprecht zijn. Pomp juist miljoenen in mannen die super slecht zijn. Dat brengt politiek veel succes, zo je ziet. Maar Sven, die tactiek werkt bij voetbal. Voetbal juist niet. Even tot hier.